Het is een van de minder bekende uitspraken van Johan Cruijff. Zei een keer als vrouwversierders onder elkaar, zei tegen mij, ja, het is in principe, Fico, makkelijker om een Italiaans meisje uit haar bikinibroekje te krijgen dan op te duwen je eigen vrouw in haar bikinibroekje. Vond ik wel een goede filosofische gedachte van Johan Cruijff. Ik ben geen oude viezerik, meneer. Ik ben geen vieze man. Ben niet op zoek naar porno bij mijn internetbezoekjes. Maar ik beken dat ik graag kijk naar Italiaanse meisjes in van die halve bikinibroekjes. Ik ben een liefhebber van lichamelijk contact, mevrouw. Ik kan daarvan genieten. Al gaat het mij niet om waar u wel of niet geschoren bent of de omvang van uw tieten. Ik ben een bewonderaar van zacht en rond, mevrouw, de omtrek van uw lichaam. Ik raak van te weinig seks nogal danig in de rouw, ben in de liefde niet bekwaam. Maar ik ben geen oude viezerik, mevrouw. Ik ben geen vieze man. Ben niet op zoek naar porno bij mijn internetbezoekjes. Maar ik beken dat ik graag kijk naar Italiaanse meisjes in van die halve bikinibroekjes. Iedereen heeft zo zijn ding, mevrouw, dat geldt dus ook voor mij. Ik loop niet weg voor lustgevoel. Dat heeft geen enkele zin, al ga ik soms op goed geluk op zoek naar een iets hoger doel. Nu mag u mij bekennen, mevrouw, wat u echt opwint, wat u zelf aan doet slaan. Waar trekt u vooral eerst dit Italiaanse broekje aan? Trekt u vooral eerst dit Italiaanse broekje aan? Het zal u vast goed staan, dit Italiaanse broekje aan. Ik ben geen oude viezerik, mevrouw. Ik ben geen vieze man. Ben niet op zoek naar porno bij mijn internetbezoekjes. Maar ik beken dat ik graag kijk naar Italiaanse meisjes in van die halve bikinibroekjes. Dank u wel. Wouter Plantijd.